Wij gaan beginnen, beste mensen, met het nakijken van 3.4.1. Dat was transportopdracht 2. Nou, transportopdracht 2 hebben jullie gemaakt in je documentenboekje. En die staat waarschijnlijk op bladzij 28. En de instructie van die stond op bladzij 37, maar daar stond eigenlijk heel weinig informatie. Er stond alleen VPEX, dat de vervoerder was. En de rest van de informatie stond op pagina 31 van je boekje. En er waren wat mensen die er wat moeite mee hadden, maar die hebben we hopelijk allemaal op gang geholpen. Voor de mensen die hun opdrachten niet gemaakt hebben en voor mensen die hun opdrachten heel vaak niet maken. De herkansing van dit examen is in week 16, dan weet je dat alvast, want ik ga ervan uit dat als je je opdrachten niet maakt, dan ben ik bang dat je je examen ook niet gaat halen. Dus nogmaals, ga die opdrachten maken. Het is erg belangrijk, anders haal je je examen waarschijnlijk niet. Oké, 3.4.1, huiswerkopdracht, transportopdracht, 3.4.1, aan de hand van die voicemail. Ik ga nog eerst eventjes in 3 stappen laten zien hoe dat nou in zijn werk gaat, dat laden van zo'n container. Want dit is het voortransport, hè, mensen, wat we aan het regelen zijn. Wij sturen dus een bericht aan de vervoerder van het voortransport. Nou, dit voortransport vindt plaats vanaf Eindhoven, want dat is de plek waar die goederen geladen moeten worden. Maar in Eindhoven zijn de goederen, maar daar is geen container. Dus stap 1, wij moeten onze vervoerder naar een depot sturen. En bij dat depot moet hij dus een lege container gaan ophalen. Daar heeft hij een referentie voor en die referentie was STC 3895. En sommige mensen zullen misschien denken, hoe komt die beste man eraan? Nou, dat staat gewoon op pagina 31. Hè. Pagina 31 onder die rate of exchange, die ROE, daar staat depot en daar staat uithaalreferentie STC 3895. Dus dat is stap 1 wat die vrachtwagenchauffeur moet gaan doen. Dus dat moet jij hem ook gaan opgeven. Nou, je gaat dus naar het Van Doren depot, pick-up referentie STC 3895. Dan heeft hij een lege container achterop, die vrachtwagenchauffeur, maar die moet geladen gaan worden. Nou, waar gaat hij nou die container laden? Waar komen die goederen de container in? Nou, dat is bij de klant. En de klant is in dit geval Philips Eindhoven. En let op, ik had daar nog wel even een extra tricky iets in gedaan. Want die meneer Niels die belde, die zat in Amsterdam. Dus er waren ook wat mensen, zag ik, die gingen laden in Amsterdam. Nou, dat is niet goed, want in Amsterdam zijn die goederen niet. Daar is in ieder geval alleen die meneer Niels die daar een kantoor heeft, maar die heeft daar geen goederen. Die goederen staan op de in Philips bij de... even kijken, waar was dat ook alweer? In de campus, of hoe noemden we dat ook alweer? Nou, in ieder geval kun je een stukje verder online, kun je dat, of in de opdracht kon je dat leren. Hightech campus was dat juist. Dus dan gaat die vrachtwagenchauffeur gaat laden bij die klant. En die referentie, die had ik moeten noemen in dat berichtje, dat ben ik vergeten. Sommige mensen zeiden dat er was geen referentie. Heel scherp opgelet, dat klopt. Dus referentie werd niet genoemd. Vervolgens worden die pallets in die container geladen en dan is die container geladen. Waar gaat die dan heen? Er waren mensen die hem dan terugstuurden naar Philips. Ja, nee, dat is niet de bedoeling. Daar komt hij vandaan. Hè? Dus als die container geladen is, waar breng je hem dan heen? Ook niet naar een depot, want dat heb ik helaas ook gezien mensen die dat deden. Nee, je gaat hem naar de terminal brengen. En let goed op, want hier gingen heel veel mensen de fout in. We hadden gekozen voor de Amsterdam Express, als ik mij niet vergis. En dat schip kwam aan in Antwerpen. En een heleboel mensen die gingen deze container inleveren bij de RWG-terminal in Rotterdam. Ja, dan gaat hij niet verscheept worden, jongens. Want dat schip waar hij aan boord moest, vertrok vanuit Antwerpen. Dus dat is belangrijk. Bij de PSA Container Terminal. En dat kon je ook op bladzij 31 vinden. Oké. Daar is dus dan die volle container en die moet ook aangeleverd worden. Hadden we daar een referentie voor? Jazeker, HPG 258. Hoe kom ik daaraan? Nou, staat ook gewoon op bladzij 31 onderaan. Dus dit zijn die 3 stappen die we moeten gaan informeren aan onze vervoerder. Nou, hoe ziet dat eruit? Nou, dat gingen we zo doen. Hè. We gingen hem sturen aan de afdeling planning van VPEX. Maar als jij zegt aan VPEX is ook meer dan voldoende. En het was van STC Agencies, want dat zijn jullie. Dus jullie sturen een bericht aan VPEX met een transportopdracht. Rotterdam, 19 januari. Als je 20 januari hebt gedaan, is ook goed. Als je 18 januari is ook goed. Tot en met 24 januari is voldoende. Dat wordt goed gerekend. Let altijd op, dit doe je over het algemeen vrij kort nadat je de boeking hebt gekregen. Dat de boekingsbevestiging is gestuurd naar je klant. Dan kan je de transportopdracht gaan regelen. En dat moet je uiteraard doen voordat de closing van het schip is. Zodat ze voldoende tijd hebben om daarin te leveren.
Betreft, nou, het betreft 2 keer 20 voet GP en 4 keer 40 voet GP. Nou, ook heel goed. Dit zag ik eigenlijk bijna dat iedereen dat wel goed had gedaan. Dat was wel tricky, want ik had eerst in de eerste offerteaanvraag had ik namelijk 3 keer 40 voet gedaan. Dus ik dacht, ik ga checken of dat jullie het snappen. Maar de meeste mensen, volgens mij eigenlijk iedereen, die had dit gewoon goed gedaan. Dus dat hebben jullie hartstikke goed gedaan. Ja, 2 keer 20 voet standaard en 4 keer 40 voet standaard. Ik heb deze opdracht moeilijk gemaakt. Hij is moeilijker dan de opdracht die je op het examen gaat krijgen. Waarom nou? Als je deze snapt, ga je het examen zeker snappen. Dus als je hier nog wat moeite mee had, maak je daar niet te veel zorgen om. Armin vraagt aan mij, in dit geval had meneer Niels geen referentienummer gegeven. Wat moet je doen als dit in het echt gebeurt? Ja, vind ik wel een goede vraag, Armin. Als dat nou in het echt gebeurt en je moet dus een referentienummer hebben om die container te gaan laden, dan zou ik meneer Niels nog even terugbellen en zeggen, hey, luister even vriend, wat is dat referentienummer? Want anders krijg je gegarandeerd vragen van de vrachtwagenchauffeurs die daar staat van, ja, wat moet ik, of wat is het referentienummer? Hè? Dus dat is wel een dingetje, dat had ik als ik jou was even in het echt eventjes gecheckt. Weet je, dat soort dingen kan je beter van tevoren checken. Anders gaat zo'n vrachtwagenchauffeur waarschijnlijk om 3 uur 's ochtends die container laden. En dan bellen ze je om 3 uur 's ochtends uit je nest. Dus dat zijn allemaal dingen die je in de praktijk wel gaat leren. Dat je dat soort dingen gaat tackelen voordat het gaat gebeuren. Maar dat is een stukje ervaring. Oké, geachte dames en heren. Hiermee bevestigen wij u onze transportopdracht tot het vervoeren van 2 keer 20 voet standaard met 8000 LED-TV's en 4 keer 40 voet standaard met 1000 pallets koptelefoons van Eindhoven naar Antwerpen. En hier zeiden ook mensen van Eindhoven naar Houston. Nou, deze man gaat niet met zijn vrachtwagen naar Houston rijden. Dat gaat niet zo goed lukken, want die kan niet door dat oceaantje wat er tussen Nederland en Amerika ligt. Dus hij gaat hem dus brengen. Naar Antwerpen toe en daar wordt hij aan boord van een schip geladen. Kevin Verbeek, ja, stuur me eventjes in het privéchat wat je aan me vraagt. En dan ga ik er straks even naar kijken. Dan lossen we dat straks eventjes op. Oké. Dus dit, nou, iedereen die dit ingeleverd had, die had dit bijna goed. Dus dat komt helemaal goed. Welke bladzij zijn we? Nou, we zijn bij transportopdracht 2, bladzij 28 van je documentenboek. Is bij betreft Eindhoven-Rotterdam ook goed, vraagt Jeremy. Nee, dat is niet goed, hè? Want de transport gaat van Eindhoven naar Antwerpen. Die man gaat niet naar Rotterdam toe rijden, want dat containerschip komt in Antwerpen aan. Dus bij onderwerp Rotterdam-Eindhoven, of Eindhoven-Rotterdam, dat is niet goed, nee. Het moet Eindhoven-Antwerpen zijn, want dat schip van ons vertrekt vanuit Antwerpen. Oké. We gaan verder. Nou, dan komen we bij die eerste stap. Hè. Uithalen ledige container. Nou, Van Doren containerdepot aan de Malakkastraat 51. En een heleboel mensen hebben van mij de feedback gekregen. Als ze alleen maar Van Doren containerdepot opschreven, dan kregen ze van mij de feedback. Welke depot moet ik zijn? Want Van Doren heeft 7 depots in Rotterdam. Mag ik zelf kiezen of wat is de bedoeling? Nou, uiteraard is dat niet de bedoeling. Hè. Je moet daarom het hele adres opschrijven. Wees niet lui, vooral niet op je examen. Want dan krijg je gewoon geen punten voor. Dat zou echt zonde zijn als je het zo opschrijft. Zonder adres krijg je geen punten. Schrijf het adres erbij wat je gewoon letterlijk over kan schrijven. Krijg je wel je punten. Jill, hoe wist je bij welk voortransportbedrijf je ging boeken? Ik kon dit niet vinden. Dat staat in de opdracht, Jill, bij 3.4.1 op bladzij 37 in het rode stukje tekst. Er staat VPEX Transport. Dus dat stond een klein beetje verstopt, dat moet ik je toegeven. Nou, de uithaalreferentie STC 3895 had ik net laten zien, staat op bladzij 31. De laaddatum is 25 januari. Het laadadres, ik zei het net al, Hightech Campus in Eindhoven. Dus niet bij meneer Niels in Amsterdam, want die zat daar ergens midden in de stad. En daar hebben ze geen lading die geladen moet worden. Dus ook dat was weer zoiets wat ik eventjes het extra lastig had gemaakt voor jullie. Oké, de laadreferentie. Nou, die was niet genoemd, hè. Dat was meneer Niels, oftewel ik was dat helaas vergeten. Ik zal dat de volgende keer erin bakken. Die was niet genoemd, dus die hoef je ook niet te vertellen.
te vermelden. Ja, in het echt zou je daar eventjes achteraan moeten gaan. Oké, nou, dit hebben jullie allemaal gedaan. En als je dit niet had gedaan, ja, dan heb je pech. Want ik ga toch echt verder. Want hier blijven we niet te lang bij staan. Ik heb jullie allemaal persoonlijk, bijna allemaal persoonlijk feedback gegeven. Als je dit in hebt geleverd. Dus dan denk ik dat je het helemaal gaat snappen. Nou, na belading dient de container aansluitend ingeleverd te worden bij. Nou, een volle container. Ik zei het net, hè, stap 3. Lever je in bij een terminal. En dat was in dit geval PSA Container Terminal Napelstraat 79-2000 in Antwerpen. Dus niet bij RWG, want dat was ook weer zo'n instinker. Hè. Er waren 3 schepen die gingen naar Rotterdam en 3 naar Antwerpen. En ja, er was maar 1 mogelijkheid, alleen de Amsterdam Express. En die vertrekt uit Antwerpen, dus ja, dan moet je je container wel naar Antwerpen gaan brengen en niet naar Rotterdam, want anders staat die verkeerd. Moet je kleine schrijven, Shannon, als het niet allemaal op het transportdocument past. Nee, dat kan ik me voorstellen, jongens. Sommige dingen zijn een beetje krap. Ik zal er gelijk bij zetten. Meer ruimte, zodat jullie volgend jaar, hopelijk jullie niet, maar dat de mensen volgend jaar meer ruimte hebben. Inleverreferentie HPG258. Die hadden we op bladzij 31 staan. Nou, de chauffeur krijgt een vrachtbrief mee, dat stond er al. En de container is bestemd voor MV Amsterdam Express en niet voor W1644. Want dat is het reisnummer. Er waren ook sommige mensen die schreven alleen het reisnummer op. Ja, dat is ook niet goed. Hè? Je moet wel de naam van het schip opschrijven. En ook de closing. De closing was 31 januari. En dan moesten jullie nog het tarief opgeven en het juiste tarief. Ik heb een heleboel tarieven voorbij zien komen, maar het juiste tarief was het volgende. Vanaf het depot naar Eindhoven. Hè, de lege container wordt van Rotterdam naar Eindhoven gebracht. Kost €250 voor een 20-voeter en €300 voor een 40-voeter. Die kosten staan op pagina 31. Dus 2 keer 250 is 500 en 4 keer 300 is €1200. Dan is de container pas in Eindhoven. En vervolgens moet die ook nog van Eindhoven naar Antwerpen toe. Hè? Dus dat kost ook nog geld. Wat kost dat? Nou, staat ook op pagina 31. Let goed op dat je de goede pakt. Dat je naar Antwerpen gaat en niet naar Amsterdam. Want ik had het om jullie moeilijk te maken. Nog eventjes wat valse informatie erin gezet. Die dus eigenlijk niet nodig was. 20-voet container, €250 is €500. En 4 keer €320 voor de 40-voet containers. Komt totaal op €3480. Dus zo bereken je dat. Nogmaals, als je hier moeite mee hebt, geen stress. Deze is vele, vele malen lastiger dan je opdracht op je examen. Dus snap je deze? Nou, dan hoef je geen zorgen meer te maken voor je examen. Snap je hem niet? Ga hem dan nog een keer oefenen.